Adrie, we mogen vrijdag naar de Arena. Ajax staat op ons te wachten. Een lastige pot, dat weten we van tevoren. Maar hoe bereid je je spelers voor op zo'n wedstrijd? Nou ja, goed. Zoals je ze voor elke wedstrijd voorbereidt, zo goed mogelijk. En ja, ik denk dat de spelers zelf ook weten wat Ajax in hun mars hebben. Hoe ze spelen, wat hun speelwijze is. Nou, ik denk niet dat we daarin zoveel hoeven vertellen naar de spelers toe. Maar goed, het komt aan op details en je probeert ze bepaalde zaken mee te geven waarin je je voordeel eventueel kunt doen. Dat is wat we aangeven. En, we zullen een hele goede dag moeten hebben, maar zolang een wedstrijd nog gespeeld moet worden, vind ik, moet je er ook vol voor gaan. En wat vind je van je oude ploeg? Nou, ik moet zeggen dat ze hele grote stappen gemaakt hebben ook. Destijds was het zeker een hele goede ploeg. Maar nu tikken ze toch een niveau aan, Champions League waardig. En als je dan zo ver kunt komen zoals het afgelopen seizoen, dat is heel knap. En nu toch ook weer met heel goed voetbal, een beetje hapering in de beginfase, maar dat is logisch met die nieuwe jongens. Maar zoals ze nu spelen is gewoon mooi om te zien. Ja, over die Champions League wedstrijd gesproken, ze spelen dinsdag al. Speelt dat mee, denk je? Nou, nee, dat denk ik niet. Wedstrijd voor wedstrijd en in hun achterhoofd zal het best wel spelen, maar zij zullen zich absoluut focussen op de wedstrijd voor aanstaande vrijdag. Wat geef je jongens mee als zij aan de aftrap staan? Hoe moet je zo'n wedstrijd ingaan? Ja, proberen die wedstrijd te winnen. Ja. En ook met overtuiging voetballen, zoals we het laatst gedaan hebben. Je kan wel zeggen, ja, je hebt niks te verliezen. Natuurlijk heb je iets te verliezen, 3 punten. Dus je moet gewoon heel geconcentreerd, je kan je weinig fouten permitteren. Daarnaast hebben ze de mogelijkheden, de kwaliteit om er doorheen te voetballen. Dus het wordt heel lastig, maar goed, je moet er vol voor gaan, vind ik. Tot slot, geen uitsupporters. Ze zijn wel hier. Ja. Het is wel mooi dat hier een feestje kan gebouwd worden. Het is sowieso al uniek dat een hele hoop supporters hier zo op deze manier die wedstrijd kunnen volgen. Dat is top. En ik hoop dat ze een hele gezellige middag hebben of avond hebben. Tot slot, hoe staat het met de geblesseerden? Geblesseerde spelers, ik denk Miguel Nelom, die moeten we nog eventjes kijken. Maar dat gaat wel vooruit. Of die dat gaat redden, het is al kort dag. Dat moeten we even bekijken. Ricky Zuiderwijk nog niet. En ook João Queiroz nog niet. En Fernando Lewis ook nog niet. Dus dat zijn de geblesseerde spelers.